Nou, nog één keer een aantal hot tips voor de mondharmonica. Ik heb er een heel klein boekje van gemaakt. Belangrijk is dat je speelt met warme adem. En dat je ook je harmonica even opwarmt voordat je gaat spelen. Dus even een beetje met die holle mond. Zorgen dat je ontspannen staat of zit. Dit is het hoogste puntje. Je hoofd een beetje voorover gebogen. Alsof je een spiegel laat beslaan. Klein beetje opwarmen. Nou, belangrijk dus ook die lippen er goed omheen. Niet er tegenaan blazen, maar echt blijf erop letten. Die lippen eromheen. Dan verder, als een noot het niet doet, ga dan niet als een gek lopen zuigen of blazen. Maar probeer met articuleren klank te krijgen. Belangrijkste punt wat ik zie in lessen is wat mensen vergeten. Is dat je echt net als met praten, moet je gewoon articuleren door je mondharmonica. Als je gewoon gaat zuigen, krijg je een klote klank. En je krijgt gewoon, er komt veel te veel druk op die tongetjes, die begeven het. En je kunt weer toe aan een nieuwe mondharmonica. Probeer gewoon met die T-klank. Ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. Op uit. Ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. En op in. Ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Dat soort articulatie. Je lippen dus goed omheen. En als je dan eenmaal aan het spelen bent, weglaten is gewoon heel belangrijk. Dus op het moment dat je een solo speelt, denk in frases. Als je praat, praat je ook met het weglaten van ruimte, waardoor het nadruk krijgt. Nou, dat doe je met muziek maken ook. Wat kan ik nog meer zo snel verzinnen? Nou, dat je denk er ook aan welke effecten je kunt gebruiken die zo specifiek voor de mondharmonica zijn. En probeer te denken als je een ritme hebt. Dat jij er doorheen gaat in plaats van dat je de hele tijd op dat ritme meedoet. Maar dat je. En dat heet dan triolen. Da-di-doe, da-di-doe, da-di-doe. Je hoort mijn voet gaan. Tak, tak. Da-d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 i-doe-da-di. Dan ga ik dus door dat ritme heen. Nou, wat kan ik nog meer vertellen? Op ritme kun je dus wel goed oefenen, spelen met die holle mond. Motoriek, dat in- en uitademen, ja, daar zul je aan moeten wennen. Articuleren, wop. Oh ja, single note en toonbending. Dan hebben we dus alles echt in notendop. Single note, belangrijk is dat je speelt met de spierspanning aan de binnenkant van je lippen en niet aan de buitenkant van je lippen. Ik heb het zelf jaren fout gedaan en had de ene na de andere labellostift nodig, maar die mondharmonica moet gewoon kunnen glijden op de natte binnenkant van je lippen. Zodat je lippen er ook meteen goed omheen gaan. Belangrijk is dan als je single note zult spelen, dat je probeert, ik ga uit van puckering als techniek, dus niet tongue blocking, maar puckering, dat is nou eenmaal mijn ding, dat je die mond klein maakt en dan het buigen is als het ware omgekeerd fluiten. Als je fluit en je gaat omlaag, doe je het omgekeerd, ga je ook. Of je zegt caillou, het woord caillou, en dat zeg je omgekeerd. Caillou, 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 caillou. Maar goed, eerst moet je dus die single note hebben. In mijn andere video's zie je daar instructies over. Hak deze die je nou ziet gewoon in stukjes, dan heb je allerlei onderwerpen bij elkaar. Daarnaast is het gewoon heel erg belangrijk dat je dingen uit je hoofd gaat spelen. En het leuke is, je zult versteld staan van als je een liedje de hele tijd nog van papier speelt, hoe ver je het eigenlijk al uit je hoofd kent. De harmonica is gewoon gemaakt om mee te nemen en dingen uit je hoofd te doen, zelf liedjes te doen, zelf te improviseren. Go and enjoy.